Hoi allen, ik ben Tim en in deze De Mol video bespreek ik aflevering 3 met een dikke hamsterwang. We bespreken onder andere de mol die een schoen moest gooien, de mol die zijn ei weggooit en is de mol een vrouw? Goed, ik zei net in het begin met een hamsterwang. Ik heb een verstandskiesoperatie gehad aan de rechterkant. Aan de linkerkant heb ik die al eerder gehad. En nu ziet het er een beetje gek uit alsof ik ineens een dikke wang heb. Ja, top. Dus dit wordt een topvideo waarin je naar een andere Tim kijkt. Om deze video te beginnen namelijk ook met een theorie, viel het op dat Ruben het papiertje wat Gilles had geschreven bij het ontbijt, wilde achterhouden. Zeg maar een beetje achterhouden voor de rest van de kandidaten die nog lagen te slapen. Hierdoor zou waarschijnlijk de potentiële mol uiteindelijk over het rode ei beginnen. Het is in ieder geval een goede anti-mol actie dat Ruben het wil achterhouden, zodat hij misschien zelf een beetje kan speuren naar wie dus de mol is. Opdracht 1 was een vette rodeo opdracht en hierin vielen ook een paar dingen op. Comfort die een hoefijzer goed wilt leggen, maar het lijkt mij best wel logisch dat dit een hele opvallende actie was, want waarom zou je een hoefijzer recht leggen en dan... Het was een beetje verdacht, zij legt het hoefijzer neer en natuurlijk komt dan meteen het paard erachteraan, want ze heeft een hoefijzer aangeraakt en dat is best dom. Verder Toos, die verkeerde informatie overbrengt van Ruben. Het moest Witje zijn in plaats van Wietse. Kan verdacht zijn, alhoewel hij wel wat goede combinaties ook binnenhaalt. En daarnaast samen met Thomas de combinatie van het blauwe hoefijzer binnenhaalt. En dat, daardoor kregen ze dus 1000 euro. Ook werd Lancelot nog gepakt en kon het blauwe hoefijzer niet vinden ofzo. Tussen haakjes zeg maar. Als hij de mol is dan weet hij waarschijnlijk wel waar het blauwe hoefijzer ligt. Maar hij heeft hem gewoon niet gevonden. Nou, na deze opdracht werden de kandidaten weer wakker in de villa. En het valt op dat er één shot te zien is van een rechtopstaande schoen die helemaal alleen daar rechtop staat. Nou ja, Ruben en Lieselot, we weten dat ze dat in opdracht 1, moesten ze 5 schoenen rechtop gooien. Een soort bottle flip. Is de mol dan ook een van deze twee door dat shot wat later in beeld komt? Nou, hierna komen we te weten dat het ei van Lancelot buiten is stuk gegooid. Erg verdacht. Je kan hier opties hebben dat Lancelot met zijn kamergenoot zat. En die kamergenoot die heeft dan uiteindelijk dat ei stuk gegooid. Kan zo zijn. Nou ja, Corny en een paar anderen kwamen hem wakker maken. Beetje lastig. Corny is namelijk afgevallen. Kan het dus ook niet hebben gedaan. Maar ik denk wel... dat hier de mol gewoon dat ei heeft stuk gegooid. Hij kan het natuurlijk ook zelf makkelijk zijn. Maar dat gaan we natuurlijk later zien in de afleveringen. Stel Corny is natuurlijk afgevallen. Maar stel een van die andere kandidaten die bij hem in de kamer waren, die vallen af. Dan weten we dat hij het zelf heeft gedaan. Dan opdracht 2. Eieren verzamelen met een rood ei in je eigen overal meenemen. Op hele gekke punten. Wat valt hier op? Ik denk dat je als mol hier niet heel veel hoeft te mollen, aangezien het met de reis van de jeep toch wel fout kan gaan. Een molactie kan natuurlijk wel zijn dat bijvoorbeeld Lancelot op een verkeerde manier het ei naar beneden gooit met de rietjes. En Ruben zei daarna dat hij het misschien toch rechtop had moeten gooien. Goeie anti-molactie weer naar Ruben. Verder stoot hij per ongeluk met het arm het rode ei van Ruben af. Kan ook een leuke, brutale molactie zijn. Dus als Lancelot hier de mol is in deze opdracht, dan... echt chapeau als mol zijnde. Hij heeft nu als enige de kans om de eieren te laten vallen of te behouden. Want hij zorgt natuurlijk voor dat Ruben geen rood ei meer heeft. En Corny zorgt er zelf voor dat ze geen rood ei meer heeft. Nou, dan aan het einde laat Thomas ook nog een ei vallen van Leila. Een van de 3 eieren. Daar wordt natuurlijk heel erg om gelachen van waarom doe je dit nou? Maar het zou best een goede molactie kunnen zijn. Dan ook nog even een verborgen tip. De overalls die de kandidaten aan hebben zijn roze. En de jeep is ook roze. Kan dit verwijzen naar de mol als een vrouw? Er zitten namelijk meestal hints in de mol die verwijzend kunnen zijn naar één groep of één sleutelpositie. En dit zou er dus eentje kunnen zijn. Verder nog een goede aanvulling van iemand op Instagram. Die zegt, is het molboekje van de mol ook roze? Nou ja, dan kijken we even terug naar aflevering 1. Toen mocht Lieselot niet meedoen. En toen zei Gilles heel erg nadrukkelijk dat Lieselot graag de kleur roze wilde als molboekje. Zou een goede verwijzing kunnen zijn. Voordat we deze video verder zetten, wil ik jullie graag vragen om te abonneren op mijn kanaal. Het kost helemaal niks, het is helemaal gratis. Ik zie namelijk dat de meeste mensen die mijn video's kijken niet geabonneerd zijn. Hier zo in het mooie grafiekje. En misschien kunnen we die percentage gewoon even omdraaien. En dan gaan we snel verder met opdracht 3. Opdracht 3, een knop met een kamerdeur.
Toos gaat even testen wat er gebeurt als je op de knop drukt. En zegt daarna dat ze beter niet op de knop kunnen drukken. En wat blijkt? De kamer die het minst op de knop drukken, mogen naar kamer 110. Dus dat is heel erg opvallend van Toos in ieder geval. Een beetje voorkennisachtig. Verder vallen Ruben en Leila dan ook op, want zij drukken ook heel weinig. Zou kunnen dat de mol dat dus expres doet, want de mol wil natuurlijk niet dat de ander een vrijstelling krijgt. Ik denk dat het een beetje daarop ligt. Lastig. Want je als mol wil je natuurlijk ook bij het geld zitten. En dat geld kon je verdienen door die vrijstellingen niet te pakken. Of maar één vrijstelling te pakken. Dus ik denk dat de mol misschien wel één van die vier kandidaten kan zijn in deze opdracht. Je kan als mol ook kiezen om in deze opdracht gewoon helemaal niks te doen. Om dan niet de aandacht op jou te krijgen. Maar ja, het is een lastige situatie. Verder is Lieselot in deze opdracht minder verdacht geworden voor mij. Ze test Toos uit door zelf voor geen vrijstelling te kiezen. En als Toos dan één vrijstelling zou kiezen voor zichzelf, ging er natuurlijk €5.000 in de pot. Maar de mol wil natuurlijk geen geld of zo min mogelijk geld. En Toos pakt uiteindelijk toch geen vrijstelling, waardoor er maar €2.000 in de groepspot komt. In plaats van €5.000. Als Toos hier dus heel slim was geweest als kandidaat, had hij juist die vrijstelling moeten pakken, waardoor er ook €5.000 in de pot kwam. Maar stel Toos is geen kandidaat, dan gaat hij denken als mol. En wat doe je als mol? Als mol wil je zo min mogelijk geld in de pot. En aangezien Lieselot toch al geen vrijstelling neemt, kies je ervoor om ook zelf geen vrijstelling te nemen. Want je gaat toch wel door en uiteindelijk komt er dan maar €2.000 in de pot. Dus de mol wordt hier misschien wel in het nauw gedreven door een kandidaat en kiest dan uiteindelijk voor het minst aantal geld. Deze opdracht maakt voor mij Lieselot eigenlijk best wel een kandidaat. Want waarom zou je als mol sowieso al niet kiezen voor een vrijstelling? Omdat je natuurlijk altijd al doorgaat, dat is natuurlijk zo. Maar dan bedoel ik dus meer van, waarom zou je als mol zijnde ervoor zorgen dat jij zelf geen vrijstelling kiest om er dan voor te zorgen om de keuze bij die ander, bij je duopartner te laten zitten. Verder dan ook maar even de testresultaten. Toos zat op Thomas, Thomas zat op Toos, Lancelot zat op Toos, Corny zat op Thomas, Ruben zat op Corny, Comfort zat op Lancelot, Leila zat op Lieselot en Lieselot zat op Thomas. Wat valt hierin dan op? Ruben zit alweer op een afvaller, net zoals de vorige twee afleveringen. In aflevering 1 zat Ruben op Matteo en in aflevering 2 zat Ruben op Samja. En nu in aflevering 3 zit hij op Corny. Nou, het moet niet gekker worden. Daarnaast zit Toos op Thomas en Thomas op Toos. Wordt dit dan een winnaar en een mol situatie? Dan Corny de afvaller zat volgens haarzelf in een tunnelvisie. Haar testbiecht zegt dat ze op Thomas zat. En de vorige afvaller Samja zat ook in een tunnelvisie, zei ze, in Café de Mol. En zij zat vooral op Lancelot. Kunnen we dan Thomas en Lancelot al afstrepen als mol zijnde? Daarnaast weet Lancelot wie er in de buurt is geweest van zijn rode ei. En dat is dan, om ervan uit te gaan, waarschijnlijk de mol. Dus als Lancelot dan op zijn test zit op Toos, dan zou dat dus heel goed kunnen dat Toos dan voor hem de mol is. Maar dat gaan we natuurlijk zien in de volgende aflevering. Dan gelijk na de aflevering werden Toos en Lancelot het meest verdacht door de Vlaamse kijkers. Is ook eigenlijk best wel logisch in deze aflevering. Weet je, Lancelot die is ineens een rode ei kwijt en Toos die doet best wel verdachte dingen. Ook viel het mij nog op dat Noah van seizoen 9 van de mol op een gegeven moment een knipoog gaf naar de camera. Dan zit ik te denken, gaat dit wat betekenen voor aankomende seizoenen of iets? Of is er nog iets van een twist? Het was in ieder geval heel verdacht dat hij ineens random een knipoog deed in richting de camera, zonder enige reden. Nou, dan tot slot om deze video af te sluiten. Aankomende zondag om 8 uur precies is de 4e aflevering van De Mol alweer te zien op GoPlay en Play 4. Voor de eerste hints en theorieën kan je mijn Instagram account @demol_pro volgen. En daarnaast heb ik met Dinant en Kim de podcast Procast. En hierin bespreken wij de afleveringen van De Mol samen. En komen we tot best wel goede conclusies over De Mol. En deze zal er elke woensdagochtend te luisteren zijn op Spotify en YouTube. De Procast van aflevering 3 die staat niet online. En dat komt onder andere door mijn hamsterwang. Wij nemen het op dinsdagavond op. En ik was dinsdagavond nog best wel in de kreukels door mijn verstandskiezenoperatie. En Kim die heeft ook best wel last van hooikoorts. Dus daarom zullen wij volgende week aflevering 3 en 4 samen bespreken in één podcast. Voor nu dan bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer. Like vooral ook de video als je mijn hamsterwang mooi vond om naar te kijken.
En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Laters.